Een goedenavond. Topnames iedere week vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Stekel, we zeiden net al in het voorgesprek. Normaal gesproken kunnen wij ons best wel een klein beetje door al die uitzendingen heen bluffen. Hè? Net doen alsof we genoeg van het onderwerp afweten waarover gesproken wordt. Maar dat wordt vandaag helemaal niks. Dat wordt vandaag helemaal niks. Ja. Want ik lees eventjes voor wat er staat bij Lumix. Single Molecule Technologies Capture Molecular Interactions Using Light and Sound. Nou, Olivier Heining. Zo is dat. Leg het ons eens uit. Ja. Lumix is een spin-off van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En wij maken apparaten die voor het eerst ziektes kunnen observeren en meten op de schaal waar ze ontstaan. Eigenlijk alle ziektes en alle medicijnen acteren op de schaal van enkele moleculen. Eigenlijk de kleinste actieve delen in het lichaam. En het probleem is dat terwijl daar alles gebeurt en we dus ook medicijnen moeten ontwerpen die op die schaal kunnen inhaken, de huidige analyse-methodes heel erg tekort schieten. Dus die kunnen niet... In welk opzicht? Waar schiet dat dan tekort? Ja, die kunnen alleen maar statisch een foto maken van hoe bijvoorbeeld een eiwit eruit ziet. Of een getal geven of een curve geven van hoe eiwitten met elkaar binden. Dus dan heb je een al staatse informatie of averaged informatie, maar nog steeds geen beeld van wat er werkelijk gebeurt. Je bedoelt echt video? Precies, ja. En dat kunnen wij voor het eerst met onze apparaten, maken wij dat mogelijk. En dat is een gigantische doorbraak voor de biologie en voor de medicijnontwikkeling. En dat is wel heel gaaf, dat is in Amsterdam ontwikkeld door twee jonge professoren. Die terugkwamen uit Berkeley en Stanford en hier aan de VU jarenlang hebben samengewerkt. En toen die technologische doorbraak hebben geforceerd. Dus dat is eigenlijk wat wij op de markt zetten sinds 2014. Toen zijn we opgericht. En die twee professoren, ben jij daar één van? Of, nee, ja. Nee. Zij zijn wel verbonden aan het bedrijf. Ze zijn medeoprichter. Maar zij zijn echte onderzoekers. Ze zijn gewoon fulltime professor. Ja. Ja, zijn jullie op dit moment de enige wereldwijd die dit soort technologie maken? Absoluut. Ja. Dus het is unieke wetenschappelijke research wat daar gebeurd is. Ja. Dat gebeurt wel vaker, maar dat vervolgens dat natuurlijk in een bedrijfje ondergebracht wordt om daar echt producten mee te gaan maken, dat is wel vrij bijzonder, of niet? Precies, ja. Hoe is dat gegaan? Hoe ben jij erbij betrokken geraakt? Ik werkte zelf bij een fabrikant van elektronenmicroscopen. Ja. Hele dure apparaten. Wordt voor een groot deel in Nederland ontwikkeld en gemaakt. Heet nu FEI, inmiddels overgenomen door Thermo Fisher. Dat was vroeger Philips elektronenmicroscopie. Een van de grote mooie units in Philips Eindhoven. En als in de operatie Timmer is dat afgestoten toen alle kroonjuwelen in de uitverkoop gingen. Ja. Maar er is heel lang een hele grote activiteit in Eindhoven gebleven. Die maken die statische foto's. En die apparaten worden voor miljoenen per stuk verkocht. Dan zie je ook best wel recent is de Nobelprijs uitgereikt ook aan de mensen die dat weer een stap verder hebben gebracht. Er staat veel over in het NRC, zie je soms mooie foto's van hoe een eiwit of hoe het AIDS-virus eruit ziet. Ja. Die worden allemaal in die microscopen gemaakt, die foto's. En dat zijn tegenwoordig hele mooie 3D-beelden. Ze zijn dus heel belangrijk in de medicijnontwikkeling. Want als ze weten hoe een eiwit eruit ziet en ze vermoeden of weten dat het eiwit een belangrijke functie heeft die geblokkeerd of gepromoot moet worden, dan kunnen ze medicijnen, kleine moleculen ontwikkelen die op de juiste plek in dat eiwit inhaken om dan het juiste effect te hebben. Dus ik heb daar jarenlang gewerkt, 9 jaar. En ik ken dus goed hoe die high-tech equipment, life science research tool business werkte. En observeerde ook heel erg vanuit mijn klanten, die dus miljoenen uitgaven aan die microscopen om statische beelden te maken. Dat ze, dit is fantastisch, een grote doorbraak. Maar het is nog niet helemaal, want die processen die zijn allemaal heel dynamisch. Ja. Dat zijn vaak een soort circus acts tussen tientallen verschillende eiwitten die overgeven en achterlangs. Ja, dus je doet eigenlijk een tijdsopname van iets wat het volgende moment alweer totaal anders. Precies, ja. Alsof je een foto of een 3D view van een vrij spectaculaire video is die je dan maakt van die eiwitten en die moleculen. Ja, precies. Ja. We kunnen echt filmen precies wat er gebeurt. Welk eiwit bindt wanneer, hoe, met welke andere eiwitten. Beweegt die of niet? Bindt die lang of kort? Beweegt die snel of langzaam? Ja. Die hele dynamiek kunnen we filmen voor het eerst.
En dat is echt, geeft heel veel inzicht in die belangrijke processen. Ja, maar wie bedenkt dan, want nog even terug naar, weet je, het is wetenschappelijk onderzoek. Twee slimme professoren aan de VU, ja. Bereiken een doorbraak. Wie bedenkt dan op een zeker moment dat daar een bedrijfje van gestart moet worden? Ze noemen dat trouwens valorisatie. Dat is een mooie buzzword in Den Haag. Of spin van wetenschappelijk onderzoek. Ja. Of spin of. Ja, nou dat willen we in Nederland heel graag, dat academisch onderzoek zijn weg naar de markt vindt. Ja. Dat noemen we valorisatie. En dit is ook wel een bijzonder geval, want het was echt vrij fundamenteel onderzoek. Het is ook heel leuk als dat dan echt snel tot een product leidt. En dat is vaak niet zo. Hè? Nee. Ja. Ik was eigenlijk op vakantie met een van de onderzoekers. Die werkte in die onderzoeksgroep als PhD. Hij werd benaderd door instituten als Harvard en Cambridge. Die zeiden, hey, wat jullie in Amsterdam hebben gebouwd, dat is heel gaaf. Dat willen wij ook hebben. Kun je bij ons komen werken als postdoc om dat na te bouwen? Dus in die groep hadden ze al een idee van, ja, dit is zit iets. Ja. En ik keek er tegenaan vanuit mijn business perspectief, omdat ik die high-tech equipment en life science business goed kende. En zag van, ja, dit is ook echt iets waar mijn klanten op zitten te wachten. Die statische foto's vinden ze leuk, maar ze willen filmen. En dat zeggen ze ook allemaal. Dus toen ik hiervan hoorde, zag ik wel potentie. Dan hebben we in de avonturen marktonderzoek gedaan. Een kleine Europese subsidie aangevraagd om dat verder uit te kunnen bouwen. En toen vrij snel heb ik mijn baan opgezegd en zijn we gaan ondernemen. Toen was die PhD was ook net gepromoot, dus die was klaar met zijn onderzoek. Dus toen zijn we samen in een pijpenlaadje aan de VU zijn we productontwikkeling en verdere marktontwikkeling gaan doen. En we zijn eigenlijk direct de boer opgegaan. Dus we hebben meteen op papier het apparaat verkocht. Wat nog helemaal niet bestond, maar we wel een idee hadden wat dat zou moeten zijn. En zijn we met instituten over de hele wereld, waaronder Cambridge en Harvard, die hem hadden benaderd van kun je dat bij ons komen bouwen, gezegd zou je dit niet willen kopen. Ja. Dus dat was onze fase in de voice of customer, zoals dat heet. Dat je echt heel duidelijk krijgt wie zijn mijn klanten, wat zijn hun behoeftes, wat voor apparaat zouden ze willen hebben en wat voor requirements hebben ze aan. En heel belangrijk, wat zijn ze bereid om daarvoor te betalen? Ja, en wat ze ervoor betalen, want dat is het belangrijkste. Want iedereen heeft er interesse in. Maar... Ja. Dus jullie hebben eigenlijk voorintekening gedaan voordat je ging produceren? Ja. En de eerste klanten hebben ook eigenlijk die manier meegefinancierd in het afmaken van het product. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld om een wetenschappelijk onderzoek. En het, weet je, ik kan me voorstellen dat wat er uiteindelijk ontdekt is, dat had misschien nog niet eens de fase van een proof of concept bereikt. Ja. Tenminste, ik neem aan, misschien wel, maar dat je zit ergens in die fase. Ja. Om dan vandaar naar een product te gaan wat je in de markt kan zetten, is natuurlijk een mega opdracht. Ja, dat is een gigantische stap geweest. Dus die proof of principle setup. Hoe ga je dat dan doen? Het was een proof of principle. Ja. Er zit nog een stadium ervoor. Ja, dat zijn hele grote, echt kamergrote open laseropstellingen. Ja. Met breadboards, zoals het heet. Grote tafels met duizenden gaatjes erin, waar je overal pilaartjes en lenzen kunt monteren. Ja. Allemaal open in de ruimte. Met een hoop snoeren en schoenendozen om dingen afgeschermd te houden. Ja. Hoop duct tape en tie wraps. En echt een kamer vol, waar dus een normale gebruiker helemaal niets mee kan. Dat is echte hardcore fysica in ontwikkeling. Het is ook technisch op het grensvlak van wat fysisch mogelijk is. Dus dat is een enorme slag geweest om daar een product van te maken. We hebben dat gedaan met externe partijen. Met heel veel simulatie en software. Om eigenlijk die optische werking van dat prototype, de proof of principle setup, te vertalen in software. Waarmee we konden modelleren hoe die optische werking was. En vervolgens in CAD alle optische elementen daar omheen hebben kunnen bouwen. En daar uiteindelijk een product Je hebt ook een onderdeeltje meegenomen. Want je zegt al, je maakt video van iets op microscopisch klein niveau eigenlijk. Hè? Vat ik het goed samen? Ja. Hoe werkt dat? Kun je dat uitleggen aan een leek zoals ik? Ja, nou ik ga het proberen. Ik stel me voor lenzen waardoor je eindeloos ver vergroot. Maar er moet ook heel veel licht bij, want anders werkt dat niet. Ja, nou in die richting. We maken voornamelijk gebruik van lasers. Mm-hmm. Dat is een licht in de vorm van één enkele straal. Ja. Waar dus alle fotonen niet verspreid, maar allemaal in één enkele straal voorwaarts gaan. En die focusseren we nog weer in een heel sterk punt. En op die manier creëren we optische pincetten, waarmee we iets kunnen vastpakken in het licht.
Dat is de allereerste stap. Dat klinkt heel Star Wars, maar dat kan echt. Ja. Je kunt met licht iets vastpakken, hele kleine objecten. En op die manier kunnen we allereerst het DNA-streng vastpakken. Dus we zijn in staat om een enkele streng DNA, wat natuurlijk onvoorstelbaar klein is, vast te pakken, uit te rekken en te meten ook aan de krachten die daarop plaatsvinden. En vervolgens hebben we een ik vind het, micro... vind het geweldig en snap het tegelijk. Ik wil dit niet aan jou uitleggen, maar zeg het is buiten mijn voorstellingsvermogen bijna. Maar ga verder, een geweldig verhaal. Heb je een string DNA? Ja. En dat gebeurt allemaal in een microfluidic flow environment. Een kleine chip waarin stroompjes van verschillende oplossingen parallel langs elkaar lopen. In een laminaire stroom, dus zonder te mixen. En op die manier kunnen we die optische pincetten verplaatsen van stroompje naar stroompje. En zo vangen we in het eerste stroompje vangen we het DNA op. En dan vervolgens gaan we naar stroompjes waar eiwit A, eiwit B, eiwit C in zit. En op die manier kunnen we dat biologische ensemble in situ samenstellen in die chip. En dat gebeurt allemaal op micrometer schaal. En die elementen zijn allemaal subnanometer groot. Dat is heel, heel klein allemaal. En dat doen we met die optische pincetten. En dan om te filmen scannen we met weer een andere laser, zelfs verschillende laserkleuren, over dat DNA. En dan gaan de eiwitten die erop gebonden zijn, die zijn gefunctionaliseerd met een klein knapzakje wat fluorescent licht geeft als ze geëxciteerd worden. Kunnen we filmen waar die eiwitten zitten op dat DNA en of ze samenwerken of niet. En zelfs ook in welke conformatie ze zitten. Ja. Dus het is eigenlijk een heleboel laser technologie die op één punt samenkomt. En hoe we dat dan bouwen is door eigenlijk die hele grote kameropstelling helemaal gecondenseerd te hebben tot een compacte setup, ongeveer zo groot als deze tafel. Waar dat allemaal precies op de juiste manier, op de juiste plek gebeurt. Ja, dat zit dan natuurlijk inderdaad... Dat zit veel allemaal compacter op elkaar. Ja. Ja, en dit is een onderdeel van die machine? Dit is een onderdeel, ja. Zit een spiegeltje in? Ja. Nou, je ziet, ik heb niet een nog gebruikte, hij is beschadigd. Ja. Je ziet er krassen op. Anders kun je er niet met je vingers aan. En wat is hier nou de impact van? Want je zei net, elke ziekte of elk medicijn acteert op dit niveau, hè, van moleculen en eiwitten. Ja. Wat is de impact van dat die processen nu gefilmd kunnen worden, in potentie? Ja, in eerste instantie is het dat onderzoek verder komt. Biologen nu echt snappen hoe type 2 borstkanker ontstaat. Als er een bepaalde genmutatie is en een eiwit niet meer functioneel is, kunnen we nu echt filmen hoe dat plaatsvindt. En dat geldt voor alle soorten ziektes, want die vinden allemaal op die schaal plaats. Dus onderzoek naar al die verschillende ziektes en alle varianten ervan en verschillende mutaties, dat kan nu allemaal veel verder gebracht worden. En dat leidt, dat inzicht leidt ertoe dat vervolgens medicijnontwikkeling beter toegepast kan worden. Want dat vindt allemaal plaats op basis van de kennis van hoe die processen plaatsvinden. Daarnaast zijn we nu zelfs al, eigenlijk veel eerder dan we dachten, in contact met echte grote farmaceuten. Die de potentie hiervan inzien, niet alleen voor fundamenteel onderzoek, maar zelfs direct in de medicijnontwikkeling. Dus zij willen in hun onderzoek, waarin zij kijken hoe procesjes plaatsvinden, al dan niet onder invloed van medicijnen, ook dat gaan filmen. En dan zien, blokkeert het medicijn werkelijk het juiste eiwit en heeft dat het veranderende effect op het proces, zoals we het vermoeden. Dat kunnen ze veel beter en sneller doen dan tot nu toe. Ja. Je zei, je bent in 2014 begonnen. Ja, dat is 3 jaar geleden. Ja. We zeiden net al van dat het een enorme stap is om van een proof of principle waar je in 2014 mee begon naar een product te komen. Hoe ver zijn jullie nu? We zijn eind 2015 de markt opgegaan. Ja. Dus we hebben meteen meerdere apparaten verkocht. En die verkopen voor zo'n 500.000 per stuk. Ja, maar die waren toen nog niet klaar. Die waren toen bijna klaar. Die hebben we toen met een rotvaart afgemaakt, begin 2016 geïnstalleerd. Ja. En vanaf daar is de verkoop heeft een enorme vlucht genomen. En onze pijplijn is helemaal geëxplodeerd. Dus bijna alle denkbare instituten over de hele wereld doen dit soort onderzoek. Ja, die willen en die willen allemaal zo'n apparaat hebben. Dus hoeveel zijn het er nu? Het zijn er nu een goed dozijn die geïnstalleerd staan en draad aan staan te draaien. Maar goed, je hebt dus een enorme pijplijn van orders die je af moet werken. Ja, precies.
Ja, dus we zijn... Hey, en, welke, en hoe kunnen jullie zeg maar nog beter worden? Want je hebt eerst het principle, dan heb je je eerste prototypes, je eerste werkende. En dan, daarna heb je natuurlijk ook ideeën van hoe kan dit beter worden. Waar staan jullie in je eigen productontwikkeling? Ja, we doen nu heel veel softwareontwikkeling. Eigenlijk is de hardware die is zo ver dat we met de hardware eigenlijk alles aan kunnen. We zijn zo gevoelig dat we zelfs kunnen meten als één eiwit op dat DNA bindt en ook maar één basenparen in dat DNA uitleest. Kunnen we dat al meten? Ongelooflijk. En dus de biologisch kleinst relevante maat kunnen we meten. Dus eigenlijk is de hardware heel ver. Maar de uitdaging is nu om middels software het ook makkelijk bruikbaar en high throughput te maken. Ja. Zodat biologen er echt mee aan de gang kunnen. Onze klanten nu zijn de biofysici, die opereren op dit grensvlak. Die snappen een beetje die optica. Zeggen, ja, dit gaan we niet meer zelf ontwikkelen, want wat er in het product zit is veel beter dan we ooit zouden zelf kunnen ontwikkelen. Ja. En snappen een beetje de biologie. Zijn dat aan het toepassen voor hun peers in het instituut. Maar onze echte grote adoptie zal zijn wanneer de brede biologie, een gewone bioloog, zegt, ja, dit is een toevoeging in mijn palet aan metingen. Maar daarvoor moet het heel gemakkelijk te gebruiken worden en de interface alleen maar zijn in de parameters waar een bioloog in denkt. Dus middels de software moeten we alle complexe fysica die er plaatsvindt helemaal under the hood laten plaatsvinden. Ja. En een bioloog eigenlijk alleen maar zijn biologisch relevante parameters laten ingeven. Nou, hey, hoe werkt dit qua financiering zoiets? Want je vertelt al, het ontstaat ergens aan een universiteit in een onderzoeksgroep. Ja. Dan ontstaat het idee om dat naar de markt te gaan brengen, zo'n technologie. Die professoren zijn er ook bij betrokken. Ja. Daar gaan wat enthousiaste mensen mee aan de gang. Hoe zit dat met IP, intellectual property? En wie heeft nou eigenlijk de rechten op dit soort technologie? En hoe hangt dat samen met hoe je... Want ik neem aan dat jullie heel veel geld nodig hebben gehad om dit voor elkaar te boksen. Hoe werkt het in dat spectrum? Want de investeerders zijn altijd geïnteresseerd in die IP. Ja, ja. Kun je daar eens wat over vertellen? Ja. Allereerst de proof of principle patenten, die waren door de VU gefaald. Ja. Daar hebben we een exclusieve licentie op. Dus dat, is, dat kunnen we wereldwijd exclusief gebruiken. Dus des te beter, dus jullie gaat verdienen. Gaat in ieder geval een deel van het geld gaat terug naar de universiteit. Ja, absoluut. Ja. Ja, daar gaat nu al een aanzienlijke geldstroom terug naar de universiteit. Ja. Ja. Dus dat is ook heel mooi. Dat is mooi, voor de universiteit. Dan kunnen ze meer nieuwe dingen ontwikkelen. En jullie hebben dan een wereldwijde exclusieve licentie. Dus jullie zijn de enige die die patenten mogen gebruiken. Voor welke periode? Oneindig, zolang de patenten lopen. Ja. Dus dat is middels een licentieovereenkomst waar een compensatiefactor op de omzet is. De universiteit heeft geen eigendom in het bedrijf. Okay. Dus dat geeft ook goede vrijheid. Dat is ook een gelukkige filosofie van de universiteit om dat niet te gaan doen. Ja. Om niet aandeelhouder te gaan spelen, want daar is de universiteit in mijn optiek niet voor gemaakt. Nee. We zijn dus snel gegroeid en daar is veel kapitaal voor nodig geweest. Ja. In de vroege fase hebben we subsidies en leningen kunnen ophalen. Juist omdat het precies past in het straatje wat de politiek graag wil, Europese en Nederlandse politiek. Dus we hebben verschillende Europese subsidies kunnen binnenhalen. Eerst voor proof of concept, voor go-to-market hebben we Nederlandse geldleningen kunnen ophalen. De vroege fase financiering of de take-off lening. Ja. Dus er zijn eigenlijk allemaal mooie financieringsinstrumenten. En we hebben een heel grote Europese subsidie van een aantal miljoenen opgehaald voor verdere doorontwikkelingen. Met een consortium van universiteiten waar wij dan de industriële partner in zijn. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel groot deel van de... Dat is een grappig verschil met zeg maar de gewone commerciële start-ups. Hè? Dat als je dan blijkbaar uit die sector komen waar jullie in zitten, wetenschappelijk onderzoek... zijn er opeens ongelooflijk veel subsidies bij de Nederlandse overheid en in Europa... beschikbaar voor dit soort dingen. Ja. We hebben wel ook erg ons best moeten doen om die aanvraag goed te schrijven. Ja. Dat is niet het allerleukste werk. Maar het is wel de manier om snel te kunnen groeien en wel eigendom van je bedrijf te houden. Daarnaast hebben we met die vroege klanten die eigenlijk meefinancierden, hebben we heel snel marge gegenereerd. Waarmee we doorontwikkeling hebben kunnen doen en ook het bedrijf hebben kunnen opbouwen. Ja, ik vind het vooral dat je het ongelooflijk snel dan, als ik hoor hoe lang sommige bedrijven bezig zijn met productontwikkeling van veel simpelere dingen. We hebben ze hier vaak aan tafel, weet je. Als ik jou hoor praten, denk ik van nou, dat zijn allemaal hele simpele dingen. Dat je dat
in een jaar of drie naar de markt weten te brengen. Dat is echt ongelooflijk. Nou, vraagje van Twitter. Johan Schaap zegt, waarom is het zo dat technologie veel dingen goedkoper lijkt te maken, behalve in de gezondheidszorg? Ja, nou, dat is echt wel een goede vraag. Hoe meer technologie je er tegenaan gooit, hoe complexer het wordt. En een mensenleven heeft eigenlijk geen prijs vanuit veel ethische perspectieven. Wat natuurlijk niet werkt, economisch. Je moet overal een prijs aanhangen. Dus ergens wordt er toch een streep getrokken. Maar die is altijd heel pijnlijk. En naarmate er meer mogelijk is, is men toch bereid om daar extra voor te betalen. Maar er zijn allerlei behandelingen ook nu die honderdduizenden euro's per behandeling kosten. Dat zijn hele moeilijk uit te leggen kosten. En ik denk dat we in de wereld echt nog een grote stap moeten nemen in een model waarin tussen overheden en verzekeraars en farmaceuten een goede balans wordt gevonden tussen risico en winst. En het is wel duidelijk dat farmaceuten in veel gevallen toch nog onredelijk hoge winsten maken voor de risico's die ze nemen in de ontwikkeling. Ja, dat vind jij ook als je naar die markt kijkt. Vind ik ook, ja. En we hebben wel heel leuk, en wij dragen dus ook bij aan verlaging van die kosten. Ons apparaat is heel duur natuurlijk. Een 500.000 per stuk is een hoop geld. Maar een clinical trial kost 1 à 2 miljard. Een hele ontwikkeling, dus de hele ontwikkelcyclus van de medicijn, inclusief de clinical trial. Ja. En op het moment dat een farmaceut kiest welke medicijnen die trial ingaan, dan is er eigenlijk geen weg meer terug. Dat is een meerjaren traject wat honderdduizenden of miljarden euro kost. En als het dan uiteindelijk niet goed uitkomt, dan ben je helemaal terug bij af en dan heb je 2 miljard weggegooid. Dus als je in dat proces ook maar ietsje extra informatie hebt om te weten of je de juiste drug lead, zoals het heet, de trials instuurt, kan alles uitmaken. En ze geven ook aan, nu zijn ze vaak met een tiental leads komen ze aan op het punt dat ze zeggen, ja, we hebben eigenlijk alle methodes uitgeput om te weten wat nou de beste zijn. Er zijn er nog steeds veel waarvan het om het even lijkt. Dus heel erg hongerig voor extra informatie. En wij brengen natuurlijk een discrete stap omhoog in extra informatie, middels het kunnen filmen. Ja. Dus daar kunnen we grote verlaging in de kosten betekenen. En wat ik ook wel intrigerend vind, we hebben hier natuurlijk best wel vaak mensen aan tafel die ver voor de troepen uitlopen en vanuit de visie die zij hebben op de toekomst zeggen van de technologische ontwikkelingen gaan zo hard dat over 10 jaar is kanker gewoon is opgelost. Ja. Over 10 jaar is dat bestaat niet meer. Weet je. We hebben ze aan tafel gehad, mensen van Singularity University. Of, ja. Hoe kijk jij daar tegenaan als iemand die in dit veld dus werkt, investeert, bezig is? Als ik jou zo hoor praten over op welk niveau je op een gegeven moment bezig bent, zie jij zo'n ontwikkeling eraan komen met die enorme versnelling van die technologie? Ja, ik geloof het wel. Ja? Ja? Ja, dus in die zin is het dan misschien ook niet zo erg als farmaceuten nu veel geld opbouwen. Want er wordt ook heel veel opnieuw geïnvesteerd. Er is ongelooflijk veel geld in pharma en biotech. En er wordt ook wel echt heel veel doorbraken geboekt. Bijvoorbeeld op kanker zijn er een aantal heel veel belovende trajecten ingezet. Waarin de immunotherapie is. Dus eigenlijk het wapenen van je eigen immuunsysteem om de kanker aan te vallen. En er zijn een aantal richtingen heel veelbelovend aan het worden. Ja, we observeren dat van heel dichtbij, omdat onze klanten dat doen, onze partners. We zijn ook bezig met een aantal ontwikkelingen die de stap nemen van fundamenteel onderzoek naar diagnose, zelfs naar klinische toepassing. Mm-hmm. Dat is allemaal nog heel geheim en spannend, maar ook daar kunnen we mogelijk bijdragen aan het unlocken van dit soort therapieën. Maar zonder je geheimhouding op het spel te zetten, kun je zeggen waar dat dan over gaat? Ja, dat zit in de richting van de immuuntherapieën. Waar we een methode hebben gevonden om de effectiviteit van een bepaalde therapie specifiek voor die patiënt zijn kanker direct te kunnen meten. Ja. En dat is iets wat tot dusver niet mogelijk was. Maar ook dan onze methode waarmee we voor het eerst kunnen filmen, maar ook meten met de gevoeligheid van enkele moleculen en enkele cellen, dat ineens wel kunnen. En dat geeft een enorme doorbraak. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Als je op dat niveau kunt zien wat er gebeurt. Ja. Dat natuurlijk
ja, enorme doorbraken teweeg kan brengen. Ja. Dat vinden we zelf ook heel spannend, dat we nu toch snuffelen aan de, aan de richting, richting de kliniek. Je werkt dan, jullie hebben 12 van die apparaten inmiddels operationeel, dus over de hele wereld neem ik aan. Ja. Ik neem aan dat daar geen gebruiksaanwijzing bij zit, 12 pagina's, of een quick start guide. Er is een quick start guide. Als jij nog een half miljoen over hebt, dan kan jij volgende week aan de slag. Ik probeer, want je weet natuurlijk eigenlijk denk ik best heel veel van het soort onderzoeken wat met jullie apparaten gedaan wordt. Maar ben je daar nou bij betrokken, bij het installeren en geef je cursussen vanuit jullie bedrijf? Hoe werkt dat? Ja, we geven trainingen aan de gebruikers. Ja. Dat zijn vaak niet de professoren die het apparaat kopen, maar de onderzoekers in dat lab. Ja. Die zijn heel specialistisch getraind. Die kunnen we in een kwestie van een paar dagen kunnen we die trainen om het apparaat te bedienen. Dus we zijn met onze software al zover dat een bioloog in een paar dagen kan leren het apparaat te gebruiken. Ja. En er is inderdaad daarnaast een geplastificeerd velletje met quick guide. Maar even daarover, hè, want wat heel veel van de gesprekken die hier gaan uiteindelijk over de democratisering ook van de digitalisering, van de media, et cetera. Ja. Iets begint duur, is een grote doorbraak en op een gegeven moment wordt het toegankelijk voor een groter publiek. Op een lange termijn komt er een versie van jullie apparatuur die bij de huisarts staat, zeg maar? Mogelijk wel, ja. In een klinische toepassing. In het ziekenhuis. Huisarts misschien niet, nog een stapje verder. Ja. Nou, het is ook niet te uitsluiten. Ja. Ja, dat kan zeker. En ik denk daarnaast, leuk om te noemen in jullie context, dat een tussenstap is dat we niet het idee hebben dat we alles zelf kunnen ontwikkelen. En ons product qua hardware en qua software een heel sterk platform maken. Maar ik zei, die hardware die kan eigenlijk alles al. Ja. Software die zorgt ervoor dat het veilig en gemakkelijk te opereren is. Ja. Maar die biologie is allemaal ontzettend specifiek en ingewikkeld. En dan wil je eigenlijk allemaal experimenteerprotocollen Open source kunnen maken. En dat is helemaal open source. Okay. Dus alle data-analyse die ook on the fly gebeurt. Heb ik een molecuul vast? Is het het juiste molecuul? Wat meet ik? Trace algoritmes die kijken wat er precies gebeurt. Gebeuren allemaal in de open source gedeelte van onze software. Dus onze klanten kunnen ook de data-integriteit helemaal valideren. En die kunnen ook de algoritmes waarmee de rauwe data bewerkt wordt, wijzigen. En die kunnen scripts schrijven waarin ze zelf voor hun specifieke experimenten het apparaat helemaal vrijelijk kunnen bedienen. En ook toegang hebben tot alle datastromen die eruit komen. En dat begint nu te lopen. En dat willen we ook op die manier eigenlijk in een soort platform online beschikbaar maken. Ja. Waarin die onderzoekers hun scripten, hun algoritmen, hun plugins delen. En mensen die weer voorwaarts kunnen nemen en doorontwikkelen. Dat was mijn volgende vraag. Ik weet je, er is tussen dit soort wetenschappelijke onderzoeksgroepen ook enorme concurrentie. Dat gaat over subsidies, ook vaak over heel veel geld, over potentiële Nobelprijzen. Ja. Zijn die geneigd die informatie te delen? Want wij weten allemaal dat dat natuurlijk een ongelooflijke versnelling teweeg kan brengen. Ja. Als niet 10 laboratoria met elkaar gaan zitten concurreren, maar met elkaar gaan samenwerken. Ja. Ze zijn bereid dat te delen als de vinding al gepubliceerd is. Ja, precies. Veel van die algoritmes en scripts die zijn vaak niet de vinding zelf. Ja. Maar die zijn methoden om tot de vinding te komen. Ja. En die methoden die zijn ze verplicht om open te publiceren. In alle journals eisen tegenwoordig heel hoge mate van transparantie. Ja. Ook naar alle fraude dingen. Ja. Ja. Elk experiment moet na te doen zijn. Ja. Dus wij gaan daar helemaal in mee. Dat, zeg, nou, als je dat is eigenlijk de basis van jullie platformidee, waarbij je zegt van nou, wij bieden dat gewoon transparant aan iedereen aan. Ja, er is dan een onderzoeker die een bepaalde force fitting curve algoritme heeft ontwikkeld. Die moet dat toevoegen in zijn paper als hij dat publiceert in Nature. Ja. En dat kan dan meteen online bij ons. Want mensen kunnen zien van, hey, dat heeft hij op die manier gebruikt. En die kunnen dat dan weer verder doorontwikkelen. Je zou kunnen zeggen, jullie zijn met die 12 nu nog aan het begin daarvan. Hè? Kun je daar al Absoluut. Iets van ervaren? Van zeg maar de voortgang die gemaakt wordt door de open source gang, de gebundelde krachten, gebundelde inzichten, et cetera? Is nu nog vroeg. Vroeg, hè, denk ik. Ja. Het duurt lang voordat onderzoekers publiceren. Onze klanten zijn nu allemaal vindingen aan het doen. Ja. Maar dan moeten ze eerst submitten en geaccepteerd worden. Dat kan jaren duren.
Maar we zitten wel een beetje tegen een bubbel aan dat nu echt de eerste publicatie is echt uitgekomen. Oké, spannend. En, dat, en hoeveel mannen hebben jullie in dienst? 33 inmiddels. 33. We zijn heel hard aan het groeien. Ja. Ja. Is dat lastig in Nederland, waar gekwalificeerde mensen... Ja, nee. Ja. Software is altijd een uitdaging natuurlijk, maar we hebben een aantal hele goede mensen. De bioloog-specialisten die kennis hebben van dit soort toepassingen zijn natuurlijk heel zeldzaam. Ja. Nou, dat bestond niet. Hey. Er waren wat labs over de wereld die ook aan het pielen waren, zoals in Amsterdam, met zelfgebouwde oplossingen. Dus daar moeten we het van hebben. Dus een hele kleine pool is dat. Ja. En dat duurt even voordat uit onze huidige klanten de volgende generatie applicatiespecialisten en business developers voor ons beschikbaar komt. En die twee professoren die aan de wieg hebben gestaan van dit idee, die doorbraak hebben geforceerd. Je vertelde het aan het begin, uit Stanford teruggekomen en uit Berkeley. Worden die hier nou nog beter van? Van het feit dat uiteindelijk ze iets heel bijzonders hebben voor elkaar hebben gekregen, weet je wel, de patenten opgekregen vanuit de universiteit. Jullie nemen dat mee naar een bedrijf. Worden zij daar persoonlijk ook beter van? Hoe werkt dat? Nou, ze zijn natuurlijk mede-aandeelhouder. Oh, zij zijn wel mede-aandeelhouder? Ja, dus zij zijn privé mede-aandeelhouder. Ja. En hebben ook in de opstartfase enorm meegedacht om het een succes zijn te maken. Zijn ook nog steeds betrokken? Zijn nog steeds betrokken, ja. Zijn ze nog geïnteresseerd of zijn ze... ik kan me best voorstellen dat juist zij alweer met iets heel anders bezig zijn. Nee, ze zijn heel geïnteresseerd. Ja. Nee, het past heel goed. En ze hebben zelf ook zo'n apparaat staan, een van onze eerste prototypes. Ja. Gebruiken ze veel. Nee, dus in die zin zijn ze heel betrokken. En daarnaast is het wel leuk, veel van de klanten die bij ons komen om eerste proeven te doen, om te kijken of het echt werkt, en die dan vervolgens geld gaan aanvragen om het te kopen. Want universiteiten moeten altijd geld aanvragen om dit soort investeringen te kunnen doen. Die hebben om die periode te overbruggen, willen ze vaak graag door. En dan zeggen we, ja, sorry, hè, de demonstratie is over. Ja. Moet of huren, ze kunnen of ook het apparaat huren. Ja. En dan kunnen ze vaak samenwerken met die onderzoeksgroep om in die overbruggingsperiode. Dus er zijn ook best wel wat samenwerkingen voortgekomen uit onze vroege klanten. Die, Op termijn, hoe goedkoop kan jullie apparaat worden? Van die 500.000, waar denk je dat het naartoe beweegt? Als de schaal groot genoeg is? Kan wel door de helft of naar een derde. Ja. Het zijn natuurlijk nog hele kleine, echt heel kleine aantallen. Aantallen, ja. Dus en die oplagen zullen natuurlijk in die zin nooit gigantisch worden. Ik probeer me dat er nog even voor te stellen. Want we hebben wel vaker productontwikkelaars hier aan tafel gehad. Ja. Maar die hebben dan op een gegeven moment iets klaar en dan laten ze het in China maken, weet je wel. Ja. Hoe doe je dat in godsnaam met zo'n ingewikkeld gespecialiseerd apparaat? Dat is niet eventjes beschrijven wat je wil. Dat hebben we geprobeerd en daar zijn we snel voor teruggekomen. Ja. Ja. Er wordt heel veel precisie fijnmechanica gemaakt. En dat is wel heel bijzonder. Nederland heeft daar een gigantische supply chain voor. Oh, dat ik weten. Zijn wij daar echt we goed in? Ontelbaar veel instrumentmakers, zoals dat vroeger heette. Ja. Die eigenlijk met freesbanken, dat is allemaal volautomatisch, computergestuurd tegenwoordig. Ja. Precieze onderdelen maken, omdat we in Nederland zoveel van dat soort productie hebben. ASML is een van de grootste afnemers. Ja. Dus heel veel van de toeleveranciers van ASML werken nu ook voor jullie? Ja, heel veel. Dus daar moet je aan denken, aan dat soort industrie. Precies, ja. Ja. En dan wordt het in Nederland ook in elkaar gezet, het product? Dat doen we niet intern. We hebben een externe partij gevonden die voor ons het echt operationele deel doet. Inkoop en assemblage doen zij. Ja. Wij doen de final alignment, laden de software en maken er een werkend product van. Steken, wij leren heel graag in deze uitzending. We leren heel erg veel nu, maar we hebben ook altijd wel afgesproken met elkaar dat we het bij een half uurtje stoppen. Dan maken we een uitzondering. Daar zijn we nu al enigszins ruim overheen. Ja, nou, ik vind het echt heel fascinerend. Ja, ik ook. Ik vind het super, leuk. Weet je wel. Daar moest ik net nog even denken. Dan ga ik hetzelfde programma nog verlengen, maar dat, zo gaat dat dan soms. Hè. Als jij... We hebben hier ook wel eens vaker bedrijven, start-ups gehad die zeiden van, weet je, bijvoorbeeld Cordify, dat is een heel ander soort bedrijf, maar die zeiden dus, er is technologie beschikbaar in de universitaire wereld waar eigenlijk weinig, in hun geval, er werd nauwelijks iets mee gedaan en zij zijn er een bedrijf mee begonnen. Ligt er nog heel veel potentie, zeg maar, in de universitaire wereld te wachten om bedrijvigheid van te maken? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja. Aan ideeën geen gebrek. Maar ook niet aan onderzoek en naar uitgewerkt concept. Of tenminste in ieder geval bewijzen van de dingen kunnen werken. Want ideeën, zeg maar, ideeën hebben wij ook. Hè? Ja. Maar dat is... Concepten, daar ben ik van over. Ja. Aan uitvindingen in Nederland echt geen gebrek.
Het is altijd heel moeilijk om die connectie te maken tussen de uitvindingen, de concepten en de ondernemers. Ja. Daar moeten we nog iets op vinden in Nederland. Leuk om nog een keer over te praten. Ja, super. Ja, kom graag nog een keertje langs. Want ik ben, wij zijn hier enthousiast van geworden. En prachtig verhaal. Ja, dank voor je komst. En heel veel succes. Goed, wij danken zoals altijd. Wie hebben we zoals Tekel? PQR. PQR, natuurlijk voor de hosting van de website. Bier & Co. Bier & Co. voor de biertjes. Niet deze grolse, maar ongetwijfeld voor de biertjes die er straks zullen staan. Streamzilla uit Groningen, voor de livestream zorgt. En Freedom Lab, van waaruit wij uitzenden. Kijk je live, blijf nu kijken, want zo direct praten we verder met PQR. Kijk je on demand, dan weet je dat je inmiddels al een stuk of 600 uitzendingen van ons kunt terugkijken. Je hoeft je nooit te vervelen. Dag.